Naast mijn werkzaamheden van de politiedienst van de Margeuse heb ik als nevenfunctie transportcriminaliteit. Dat houdt in dat ik vrachtwagens controleer op hun bewijzen, hun rijbewijzen, hun vergunningen en hun vrachtbrief. En ook de rij- en rusttijden. We gaan nu naar Schiphol Zuidoost. Schiphol Zuidoost is een plek waar heel veel vrachtwagens samenkomen. Ook de turfparking is. En ook de eerste linielijn loodsen. Dat zijn de loodsen waar de cargo binnenkomt. Dus daar is heel druk vrachtverkeer. Goedendag meneer. Koninklijke Margeuse, transportcontrole. Heeft u maar een rij- en kentekenbewijs? De deur even open. Wat is de reden dat u geen gordel om heeft? Gordel? Gordel. Uw gordel. Heb ik toch? Nee, die heeft niet om. Heeft u voor mij een vrachtbrief en een transportvergunning? Ik ga even een print van je tachograaf maken als je het erg vindt. Ja. De reden dat wij u controleren, dat u opvalt. Ja. De spanbanden hangen los. Ook daar krijgt u het procesverbaal voor. Want het is levensgevaarlijk. Als een motorrijder achter u langs rijdt, op het spanband komt, gaat hij onderuit. Als een auto komt, hij springt, kan de hele lading van de auto worden getrokken. Ik snap het. Ja. Het is niet mijn verantwoordelijkheid. Ja. Als het niet goed is, bent u verantwoordelijk voor de lading. Dit zit al beweging op, dit mag niet. Hij moet gewoon strak zitten. Goedendag, transportcontrole. Heeft u maar een rij- en kentekenbewijs? Ja. Je lading zit er niet gezekerd. Oh, niet gezekerd. Hij moet wel gezekerd zijn, ook legt hij los. Je band, ja. Zit geen profiel op. Ja, ik heb doorgevoerd. Ja. Je krijgt er wel een procesverbaal voor. Voor de band. De band. Dit is voor jou. Voor mij persoonlijk. Ja. Jij bent verantwoordelijk voor de vrachtwagen waar je mee wegrijdt. En dan geef ik je wel een waarschuwing voor de lading. Dan zeg ik succes en alleen terug naar het bedrijf rijden voor je band en dan is het helemaal goed. Is goed. Ja, top. Fijne dag. Hetzelfde. In de transportwereld is op dit moment weinig werk, dus je wil opvallen om conditie te krijgen. Transportbedrijven die maken meestal geen reclame in kranten of in een transportblaadje. Dus je wil graag een vrachtwagen hebben die heel mooi bedrukt is, dat iedereen weet van, oh, die zie ik rijden, die moet ik hebben. Dus als je een vrachtwagen ronddraait die geen tekst heeft, helemaal niks, ja, dat is voor mij een interessante vrachtwagen, want waarvoor wil je anonimiteit blijven? En dus die mensen willen wij graag uit de anonimiteit halen en willen wij gaan controleren. Heeft u mij een rij- en kentekenbewijs? Jij logt niet in en uit. Want nu, ik zie geen land van de aankomst en geen land van vertrek. Okay, want dat gaat niet automatisch? Nee, dat gaat niet automatisch. Jouw instatussen, wat ik al zei, die krijg je waarschuwing voor. Dat is normaal €650. Dus denk er even aan dat je het gewoon doet. Dank u. Verder zag ik nog een Bolt-app openstaan bij u. Eerder gaf u aan mijn collega dat hij zegt in februari ik rij alleen geen Bolt en Uber. Dat heeft u sowieso wel gelogen. Ik zeg dat is van mijn broer. Dat is van uw broer. Dus u rijdt op de account van de broer? Ja. Vermoedelijk is het een blauwe platensnorder. Oftewel hij is illegaal aan een taxi rijden. Goed, ik heb een vervelende mededeling voor u. Tuurlijk meneer. Het is 1940, voor deze bent u aangehouden voor snorden. We gaan nu terug naar de kazerne. Dan ga ik alles invoeren in het systeem wat van de controles die ik vandaag heb gedaan. Dat alles weer netjes in het papier staat. Ook voor de intel dat iedereen weet wat wij gedaan hebben. En weet wat ermee moet gebeuren.